Hallo, hier is Kingo, terug bij DR Billions. We zijn weer terug, jongens, bij de Zombie RTS game, de campaign. En ja, vandaag gaan wij dus weer verder met de map. En ik heb besloten, elke keer begin ik de episode met deze map, zeg maar, de complete world map. En wat ik wil gaan doen is, ik ben van plan om langzaam te expanden naar rechts, dat is sowieso wat we doen. Maar ik wil het, zeg maar, doen op een rechte lijn. Dus ik wil zorgen dat ongeveer alle missies ongeveer op dezelfde lijn liggen. En als je dan kijkt naar de missies die we kunnen doen, dan heb je dus The Land of the Giants, The Narrow Pass, en dan heb je eentje dat een outlier is, en dat is een heel stuk verder terug, en dat is The Coast of Bones. Dus drie maar raden welke we gaan doen, jongens. We gaan dus The Coast of Bones doen vandaag. En oké, even kijken wat het is. Thousands of human bones are scattered across the sands of this coast. Like macabre witnesses of a battle long ago. However, the waters have that bathe the coast of bones are exceptionally rich in marine life and are favorable environment to build a fishing-based colony. Okay, cool. This it is relatively easy to place as a relatively easy place to protect. Yeah. To the north, a great mountain range rises, and to the south, the great sea provides protection. Get rid of the affected in the region quickly, so you only have to worry about protecting the eastern and western flanks. Okay, het is rich fishing, 30% meer food generation van vissen, dingen, nice. Destroy all infected, 800 population, resist all swarms of infected. Okay, dus we moeten gewoon overleven tot de final dag. En dat is dus dag 57? Okay, dus het is een redelijk lange deze, zo te zien. We moeten persen naar dag 57 gaan, maar we moeten alle waves tegenhouden. We spelen nog steeds op hard. Okay, let's go. I'm benieuwd. Oh. You still have research points acquired to improve the ability. Yes. Ja, ik heb nog een beetje over. En die wil ik ook houden, want ik wil gaan. Ik wil gewoon op meer punten hebben. En dan in één keer kan ik kijken van oké, wat kan ik nu gebruiken? Deze is toch een relatief makkelijke missie, denk ik. Hoop ik. Niet dat ik weer te vroeg spreek, maar ja. Laten we gewoon kijken hoe het zal gaan. Oké, daar zijn we dan. Hallo. Oké, dus we hebben hier de map en ons is verteld dat wij een oceaan hebben, basically. En ik verwacht dan, omdat ze zegt van uiteindelijk hoef je alleen maar naar oost en west te kijken. Yes. Dat betekent dat volgens mij het water helemaal doorgaat en dat hier dan ergens een mountain range helemaal doorgaat. Dat is echt geen noord en geen zuid. Dat zou dope zijn. Oké, nou laten we maar eens gaan zoeken dan. Ik denk dat ik zo ga doen. En dit is trouwens de vierde map en dit is een map die ik persoonlijk eigenlijk haat. Want deze map, daar heb je enorme awareness van zombies. Dus dit vind ik echt een hele kut map altijd. Ik speel deze ook nooit. Deze zeg maar in de survival dingen. Oké, nou we kunnen daar naartoe. Ik denk dat ik gewoon eerst de kust een beetje wil verkennen. En ja, dit is ook trouwens wel heel sick. Dit heet de Coast of Bones. En je kan goed duidelijk zien waarom. Het is helemaal bedekt met botten en zo. Dus dat betekent, waarschijnlijk, zeg maar het lore aspect, is dat... zombie apocalypse happens. En er waren heel veel mensen die hier doorkwamen. Oh ja, misschien moet ik wel huis gaan bouwen, misschien handig. Zijn we die ergens wou vluchten naar het zuiden of zo, weet ik. En die hier bij de coast vast kwamen te zitten. Dus al de mensen die staan hier, stonden hier vast. En die zijn dus waarschijnlijk allemaal dood gegaan door de zombies of zo, weet ik het. Dus ja, het is niet super happy. Maar dat is het nooit in een post-apocalypse wereldje. Oké, anyway. Waar wil ik de dingen gaan zetten uiteindelijk? Ik denk daar of daar, dus dat betekent dat ik jou gewoon daar kan plaatsen en de rest gaat die kant op. Oké, en natuurlijk de visje dingen moeten we ook gebruiken, want daar krijgen we lekker veel voedsel van. Dus dan moeten we compleet alles gaan afgaan en hier zit een station. Oké, dat gaat niet. Oké, nou, go. Gaan we lekker chargen. Komt er daar een eentje aan? Ja. Die gaan we dan meteen eventjes op patrouille zetten als die trein eventjes weg kan. Nou, daar we gaan. Oké, dus ik ga gewoon proberen langzaam te expanden. Ik denk dat ik hier een defensie wil. Of ik weet niet, misschien dat ik hier ook al naar boven wil. Wat nou? Er liggen ook geen resources hier. Nice. Oké, yep, ik weet de objective. Hout, 12, 15. Nou, dat is wel iets beter. Oké, dan moeten we wachten tot de gold binnenkomt. En dus, hoe heet het? De colonists hier. Kijken. Kan je verder doen, want ik heb geen gold.
En ook niet heel veel voedsel meer. Dus dan moet ik ja, binnenkort gaan uitspellen. Oh, rustig. Niet te wild willen gaan. Voorzichtig daar naartoe, niet te snel. Oké, okay. Dan gaan we langzaam expanden. Oh, we hebben onze eerste runners al. Dat is snel. Goed, we zitten al redelijk ver naar de rand. Je moet kijken hoe snel de arches voorbij schieten. En dat is ook wel goed ook, zoals je daar kan zien. My god. Kom op, op deze map zijn voor mij alle units ook sneller. Of het kan zijn dat we net een ding hebben gedaan, zo'n koude map. Waardoor het lijkt wel sneller gaan. Nog net iets te. Oké, we kunnen dingen doen. Trek komt er wel aan. We kunnen een quarry neerzetten hier. Kijken, 5 stuks. 5, 3, 4, 5 is. Zo. En dan kunnen we over een klein tijdje kunnen we al onze dingen doen. Onze, hoe heet het? Soldier Station. Oh god. Oké, we gaan niet veel verder meer. Oké, dat houden we wel vol, maar... Oké, we hebben denk ik een limit bereikt voor nu, voordat we mijn dingen aan hebben. Oh boy. Oké, je hebt mis levens nog. Ik heb hier sowieso 2 nodig. Om te beschermen. Ja. Oké, ik denk dat we nu ongeveer... Oh, ik dacht al. Ik denk dat we nu ongeveer ver genoeg zijn. Ja, ik denk niet dat ik veel verder naar daar wil. Want hier hebben we een mountain range. Ja, dus jou zet ik daar neer. Jou zet ik daar neer. Weet je wat? Jij kan wel gewoon dit doen. Dat hou je wel vol. En jou wil ik hier hebben voor extra protection. Oké, dan zijn we nu een gebied afgebakend. Een redelijk stuk, zoals je kan zien. En dat zou genoeg moeten zijn om een army op te kunnen bouwen. Oké. Het enige waar ik dan nu nog naartoe wil is iron. Maar dat zit waarschijnlijk verder naar het noorden. Dus dat wordt een army met rangers als eerst. Oké, we zijn op dag 5. De kolonie gaat goed. De kolonie! En dan gaan wij nu eventjes een workshop neerplaatsen. Ik ben even kijken waar. Ja, ik denk toch hier. Een beetje oppassen met dit hier, maar... Moet nog kunnen. Oh, minus under attack. Oké. Ja, ik heb een klein beetje verder proberen ik al te pushen hier van boven. Want ik denk dat ik daar naartoe al ben als eerst. Er zit enorm veel ruimte daar. Dit is voorlopig nog wel goed. Dus dat wil ik hier in de fence ergens op zetten. Hier ook. Maar we willen dus naar het noorden pushen. En we hebben de Soldier Center. We zijn nu lekker al bezig. Blijf me even lekker doorgaan. Oké, dan wil ik eigenlijk een defense hebben van eigenlijk gewoon 1 dude. En de rest wil ik gewoon dat ze gaan pushen. Dat zou goed kunnen zijn nu. En als dit klaar is, dan gaan we dus farms doen. Kunnen we hier al een paar neerzetten en uiteindelijk hier zo dus naartoe. En daar hebben we het iron, waar ik naartoe wil gaan. Dat wil ik zoeken. Want ik wil soldiers. Want ik heb dus nu die upgrade gedaan. Oh, wat heb ik die upgrade gedaan? Van mij wel, toch? Dat ik betere dingen heb, betere soldiers. Met meer armor. Ik weet even niet meer zeker of ik die heb gedaan. In ieder geval, als ik het heb gedaan, dan zijn soldiers nu echt beasts. Want dan hebben ze veel meer armor. Dat is nice. Oh, hallo. Waarom ga je naar daar? Nee, we hebben zelfs een veteran nu. Goed. Oké. Okay. Dus die kant op. Oh shit, Jesus. Oké, okay, rustig. Ik denk dat ik eerst even ga wachten voordat ik verder push dan. Oh boy. Oké, dat is iets te close. Blijf even lekker hier staan dan. Ik ben net iets beter. Zo, klein kopje daar, de rest komt daar naartoe. Oh boy. Oh, er zitten dingen daar, een Village of Doom. Jesus. En waarom gingen ze in één keer lopen? Ik heb gezegd, hold. Of misschien klikte ik per ongeluk op chase, dat kan ook. Anyway, farms. Naar huizen, dat is ook handig. Oké, okay, we hebben de farms. Goed, zin 54. Zoals we wel kunnen doen. Nice. Ja, de army begint er al oké uit te zien nu. Ik ben zelfs al begonnen met een tweede hier. Ik heb een tweede, hoe heet het, station hier gezet. Want we hebben genoeg inkomen voor het tweede. There you go. Dus ik denk dat ik hier ongeveer in totaal, laten we zeggen, 15 arches heb. Dan gaan we fatsoenlijk expanden. Ik denk dat goed is. We hebben nog bijna 10 dagen voor de eerste wave, dus dat is ook gewoon goed. En cottages kunnen zo gaan, de eerste van de gold income, over 2 uur. Dus voor degenen die het niet weten, ik denk dat ik wel eens heb verteld, maar elke 8 uur, dus bij 8, 16 en 24, dan krijg je je gold. Dat was 24, dus dat gaat eigenlijk tot 0. Dus eigenlijk is het 0, 8 en 26, dan krijg je dus gold. Dat is mooi.
Ik heb al een tijd geen dingen meer kunnen bouwen, geen nieuwe huizen. Maar dat kan nu ervan inkomen, want we hebben dus nu eten. Ik wil even kijken waar precies, wat de juiste plekken daarvoor gaan zijn. Want ik wil zeg maar dit ook houden voor voedsel. Een beetje onthouden. Ja, ik denk dat ik al een klein beetje ga pushen, gewoon puur vanwege het feit dat ik al wil expanden. Ja. Ik zal jou daar naartoe sturen. Jou dan daar naartoe sturen. Oké. En hier heb ik een extra linkje gezet voor extra protection, oké. Nou, we gaan langzaam hier naar boven, denk ik. Heel langzaam. En elke keer als ik dan zie van, oh, je soldier in trouble, denk ik van, nee, waar? En dan ga ik hem panikeren. Ja, we hebben trouwens redelijk wat hout en alles, dus we kunnen beginnen met het opzetten van defenses. Lijkt me niet onverstandig ondertussen. Een klein beetje verder zo. Zoveel mogelijk hout te pakken. Oké. En hier ook. Oké, we hebben een army. Dus laten we gaan. Dus eerst dat ding. Weet je wat, focus eerst het huis maar. Zijn we er meteen vanaf. There you go. Maar er bestaat nu een grote kans dat er dus allemaal zombies hier omheen denken van, hey, dat is Hordenek. We vliegen erop af. Maar ik zag het niet staan, zeg maar van, oh, higher awareness of zombies, zeg maar. In het begin van de missie. Dus als je hier kijkt bijvoorbeeld ook. Anders zou dat hier staan van een special feature op de map. Bijvoorbeeld bij de koude map stond er volgens mij dat ze daarom meer energie nodig was ofzo. Dus dat zijn van die dingen die je op moet letten. Oké, nou, in ieder geval, hier naartoe. Oké, dus voorzichtig, alles clearer. Ik zie hier al wat wall. Al wat mountain. Is daar een mountain al? Nee, we zijn nog maar de helft van de map of zo. Staan nog niet. Oké, maar ik moet dus oppassen, want er gaan dus beesten kunnen komen via het oosten en het westen. En dan moet ik dus een goed het verschil tussen kunnen zien een keer. Misschien handig. En ik moet hier ook meer ruimte hebben. Oh. Ja, ik heb niet voor niks daar de fences neergezet namelijk. Oké. Good to know. Wacht. Oh, een klein beetje gold. Ja, laten we als soldiers uitpompen. Niet onverstandig. Oké, yep. Weg daar zo. Nou, let's go. Dan gaan we kijken wat jullie allemaal kunnen spotten. En dan wil ik dus hier naartoe expanden en dan moet ik kijken waar ik dus een bal kan zetten. Ik denk, hier wordt dus een barrière. Oké, gelukkig heb ik nu walls. Oké. Ja, ik denk nog een voorzichtig dat deze kant op wil gaan, want hier heb ik nu een klein beetje defensie zo staan. That's fine. Wat? Oh, waarom gaan jullie helemaal daarheen? Oh, rustig. Daar ze blijven. De eerste soldiers zijn er, mooi. En dan wordt het expanden en weer huizen plaatsen. Oh, hallo, wat is dit hier? Gezellig mini-choke. Aha, we gaan backstabben. Oké, dit is de rand van de map. Oké, dus ja, ik denk dat dit wordt wel een choke dan. Daar wil ik dus wat defense doen uiteindelijk. Dat zijn de final dingen, tenzij hier nog iets heel belangrijks zit. Dan wil ik misschien zoiets doen. Ik weet niet, zit er iets? Water, I guess. Veel meer weet ik niet. Ja, voorzichtig, niet te snel willen gaan. Ja, gewoon lekker die kant op. Ja, hier is het water. Ja, units are in danger. Careful. En dan rest van die kant op. Oké. Jullie resten op die kant op. Dan kan ik hier dit alles weghalen. Dus ja, dat betekent dat dit denk ik wel een defense kan worden. Dan moeten we even kijken hoe het hier zit. Dit is irritant. In het ergste geval moeten we dit doen. Dan hebben we een enorme choke daar. Er ligt een beetje stone hier. Ja, dit is ook stone, maar niet genoeg. Ik liever dat. Ja, ik wil echt daar naartoe. Komt gewoon op neer. Oké, we kunnen er al heen. Dus ik denk dat ik al eens een beetje mijn soldiers hier wil gaan neerzetten. Zo. Nou, voorzichtig. Trying to break through, waar? Daar zo. Sure. Oké. Nou, dan ga ik weer een beetje skippen jongens. En ik denk dat ik terug ben wanneer dit wave hit. Over een dag of 6. Dan kunnen we denk ik wel progression hebben. Dus wat ik wil doen is proberen dit te claimen. Meer soldiers uitpompen. En dan hopelijk hebben we een groot genoeg army zo. Oh Jesus, what the hell, but... Wow. Hallo? Oké, ik liep gewoon hier langs. En opeens liepen er een lading zombies mee. Oké, ik weet niet wat dat precies was. Ik ga trouwens een extra dingetje hier zetten. Just in case. Ik ga er eentje daar zitten. Eentje. Oh wacht, ik zie hier al wat dingen op de mountains. Wait, tot hoe ver gaat dit? Tot daar. Ja, dat betekent dat dit wordt een hele choke. Ik denk dat ik dat wel wil doen, want dit is ruimte voor mijn stad. Ja, ik ga dat heel erg gaan claimen. Heb ik daar nog tijd voor? Ja. Ik ga ook dit gewoon als dingetje doen.
Reporting for duty. Als defense. In ieder geval zo is het dit. Moet even naar kijken wat ik daar wil doen. Wat zit hier allemaal? Meer voedsel. Dit is ook wel een interessant klein chokje. Misschien dat ik gewoon dit moet defenden. En dan dit moet defenden. Ja, want sowieso. Dat wil ik gebruiken al. Oh, dit is trouwens safe nu. Dus... Oh, ik zie hier ook een wall. Dus dit is ook een mooie, denk ik, defense. En dan heb ik al een goede size voor de eerste wave. Oeh, dat is interessant. Oké, gaan we soldiers hier neerzetten. Dat is heel interessant hier. Oh boy indeed. Hier, zo komen jullie denk ik vandaan. Nee, waar ga je heen? Jesus. Attack. Wat gaan ze nou doen? Attack. Ze gaan er gewoon overal door. Oh boy. Nou, hup, die kant op jullie. Oké. East, dat is deze kant. Oké, meteen de slechte kant. Wacht, nee. Goed onthouden. Noord. Oh, zuidwest. There you go. Ik zat weer bijna fout. Maar dit is een goede kant. Alright. Dus, laten we hier reinforcen. Laten we zien. Zo, daar komt een zombie aan. Dus hier. Zo, extra defense erop. Geen idee hoe groot de eerste wave is. Maar ik ga doen alsof het de apocalypse is. Het is basically de apocalypse. Ja, dit is wel goed daar. Hier wil ik zoiets hebben. Oh, min 2 hout. Oké, dat komt goed. Dit moet nog. Dat is een groot... hoe heet het? Dat is een slecht punt. Wat helpt er? Ah, oh. Ja, nee. Dat is... Nee, dat is niet goed. Oh, shit. Dit is best. Dit is geen probleem. There you go. Succes daarmee. We gaan deze dingen allemaal naar daar verschuiven. Jullie blijven daar even lekker. Ben je deel ervan naar daar? Zo. Naar daar. Oké. En dan ook als ik al meer soldiers aan sturen. Dus we hebben hier genoeg soldiers. We kunnen kijken waar het is. Het hoogste probleem is als het hier komt. Dat wordt een groot probleem dan. Oh ja, het is hier daarboven. Dus ze komen hier. Ai ai ai. We hebben een goede hoeveelheid soldiers, om eerlijk te zijn. Dus op zich zou ik moeten gaan. Die kant op. Een paar. Ach, hoeveel staan hier nu in totaal? Oh ja, er kunnen wel een paar weg. Nou, 2 is goed genoeg. Dat is beschermd, dat is beschermd, alles is beschermd. En hier komt de wave. 1 wall! 1 wall dik. Maar het is maar de eerste wave. Oké, vooruit. Oh boy. Wel, ik vind dat nooit fijn. 1 wall dik. Scary. Maar oké. Dus misschien dat die is 1 wall breed. Ah, oh, nou. Awesome. Alright, dus. Wat gaan we nu doen? Volgende komt over 13 dagen pas. Laten we gewoon gaan. Nou, jij was al goed. Jij was al goed daar. En dan een nieuwe... Hey, ik zie je er wel. Rustig. Oké, wat ik hiermee ga doen is... Ik ga hiermee alles clearen zoals dat ding. En dat ding. Want ja, ik was hier dus mis. Dit is geen eerste tier huis meer. Dit is een tweede tier. En uit een tweede tier daar komen flink wat meer zombies uit. Dan een eerste tier. Dus daar wil ik hier ook mis mee. Als ik gewoon 2 en 2 laat staan, dan stuur ik dat daar, jij naar daar. Oké. Ja, dan is het helemaal goed. Dus dan kunnen we meer uitpompen en dan gaan we gewoon nu denk ik een groot deel van de map al doen. We gaan beginnen met deze. Dus als we hier even in de buurt gaan. Alles even lekker bij elkaar staan, zo. Schiet. Nou, nu komt het er. Ik schiet eerst dat ding gewoon kapot, dan zijn we er vanaf, anders komen we er super veel uit. Here we go. Ja. Dit is gewoon de, hoe heet het, de tavern clear. En alles gaat nu die kant op. Nice, dan kan ik hier vrij. Haha, gotcha. Weet je wat, gaan we lekker spelen daar. Hier zit veel spul trouwens. Weet je wat, gaan jullie ook maar spreiden. Ik geloof het allemaal wel. We gaan naar boven, we moeten even kijken tot waar dat is precies. Oh, er zit gewoon forest hier boven. Bij de mountains. Ik moet trouwens op dit spelen. Vergeet altijd achter te schakelen, sorry. Nou, jullie hoeven niet daar naartoe te gaan. Nee, gaan we die kant op. Holy crap, ja, die hebben helemaal afgesloten.
Ik denk toch dat dit dan beter is dan dit. 100%. 100%. Ik zit gewoon eerst dat huis kapot, jongens. Niet steeds op die zombies schieten. Zo, oké. En wat de hel is dit trouwens? Zie ik nu pas. Dit is een hele oil. Is dat een oil? Een super oil refinery of zo? Huh. Er komen heel veel van naar beneden nog lopen. Oh, tuurlijk, er waren een hele lading hier stil komen te staan. Toen ze naar beneden sprinten. Waar ligt hier dan een lading gold? Als ik gold nodig heb, energie ligt hier. Dat hebben we trouwens wel nodig. Let's get it. Oké, moet je kijken hoeveel huizen we er nu bij kunnen stampen nu. Dat wordt een goede economie zo. Oh, nu komen er wat kolonisten bij, jongens, met de trein. Dus hier, kijk. Nou, let's see. Hoeveel komen er bij? We zitten op 480. En 728. In één keer hebben we dat ding gehaald. Oh, nu wacht, het was 800. Okay. Dus we zijn er bijna, in ieder geval. Dat was een flinke increase. Oké, ik heb bijna de complete map wat we kunnen hebben, heb ik nu bedekt. En ik zit te denken, gewoon puur omdat ik toch tijd heb, is om letterlijk de complete map te claimen. Dus daar, dit, nou dit gaat niet heel lekker, dus ik moet een beetje zo doen. Heel dat, dit hier, en dan dit, en that's it. Dus dat is tot enorm mee. Enorm mee. En we hebben 30 dagen, dus we hebben ik denk dat ik... Oké, deze die gaan nooit via daar, dus dit is gewoon safe, zo safe als het maar kan zijn kan. Wat ik er nu wil doen is, alle soldiers, ga even lekker daar staan. En dan alle archers, echt letterlijk alle archers, ga lekker daar. Want de rest, kijk, jullie kunnen daar blijven, jij kan daar blijven. Dit wordt gewoon een defense met pure soldiers. Kunnen we meer soldiers uitschijten? Enorm veel soldiers kunnen we uitschijten, zie ik nu, holy crap. Vooral als we straks al dat voedsel erboven kunnen pakken. Dit is een makkelijk level. Kan ik in ieder geval wel zeggen. Ik ben eigenlijk benieuwd, aangezien dit nu zo makkelijk voelt. Hoe gaat de final wave zijn? Oh wacht, moeten wij niet de final... Wacht, nee, het is wel resist all waves, toch? Ja, resist all swarms. Dus we moeten echt wachten tot de laatste swarm er is. En geen idee wanneer dat is. Ik bedoel, ik verwacht dat hier nog twee swarms nakomen. Dus ja. Oh boy, dat wordt nog wel... Nou, laten we dan maar gewoon soldiers pompen zoveel mogelijk om te zorgen dat we niet dood gaan zo. Nou jongens, kijk eens naar hoeveel ik hout, hoeveel hout ik produceer op het moment. 100, 111, 19, 27, 57. Ja jongens, ik ben even wild gegaan met het hout, moet je zien. Ik heb overal waar ik hout kon zetten, heb ik hout gezet. We produceren nu 177 hout per... per klik, per keer. Ja. Beetje overdreven. Oh, hallo. Jesus. Ah, daar komen we nog nowhere. Hallo. Nou. In ieder geval, we zijn relatief dicht bij de dingen. Bij de volgende wave. En zoals je kan zien, het gaat perfect. Het gaat allemaal goed. Dit moet ik misschien nog een klein beetje beter doen. Ik heb een hele defense hier zo. Dat is een defense. Dit moet ik nog verbeteren trouwens. Met drie walls. En ja, ik heb nu ook eventjes deze. Had ik... ik heb er nu vier. Ik heb nu vier soldier centers. Dus, en ik ben hier overal naartoe gestuurd. Eentje naar daar. Eentje gaat naar daar. Moet ik nog even zetten. Deze gaat naar daar. Want we hebben hier dubbel defense zitten. Maar ik laat hem gewoon lekker staan. Van hey, why not? En de laatste die gaat naar daar. Ik moest nog allemaal aanpassen. Dus ja. Dus dat wordt denk ik vrij makkelijk. De volgende wave in ieder geval. Ik ben benieuwd met de laatste wave nogmaals. 800 populisten, daar zit ik nog niet aan. Daar heb ik nog niet veel mee verder acties gezien, maar daar ga ik allemaal nog vol zetten. Als je kijkt naar hoeveel stroom we hebben, en hoeveel eten we hebben, en hoeveel eten we er nog bij kunnen doen, hoeveel stroom we er nog bij kunnen doen. Ja, ik durf te zeggen dat het best wel goed gaat op het moment. Best wel. Nope. East weer. Oké, dus dat is dezelfde plek als waar ik nu bezig ben. Dus wat ik aan het doen ben is, omdat ik, zeg maar, ik probeer wat tijd te doen eigenlijk al, om eerlijk te zijn. Is ik probeer een soldier neer te zetten in elk vlak, in elk puntje, elk blokje zeg maar, bij een linie. En dan heb ik wat, wat bonus dingetjes. Zo, zoals je kan zien, overal staat er nu eentje voor. Ik heb hier de vliegende keep zeg maar. En dan heb ik hier heel dit. Dat ben ik overal aan doen, zoals je kan zien. Maar ik denk dat ik voor de zekerheid maar eventjes dit ga doen. Zo. Dat zijn er weer 12 die er komen. Redelijk snel denk ik. En ik heb dus zeg maar, ze komen van het oosten. Dus we kijken even waar precies het oosten.
En we hebben nu 3 walls hier, ook 3 of 4 walls daar. Dit zijn nog 2 walls trouwens. Dus ga ik nog even verbreden naar 3 uiteindelijk. Ja, dit is een beetje 3. Dus, straks dan. Maar laten we kijken. Oeh, hij komt via hier, de zwarte split naar daar en naar daar. Dus ik ga voor nu just think to be safe. Zet ik ze even daar neer. Jullie even naar daar. En uiteindelijk kijken we waar deze dan heen gaan. Als ze hier naartoe gaan, dan... Ja, weet je wat, ik hou ze voor nu even hier. Dus ze komen of via de onderkant van hier. Oh, ze komen via daar. Ja, dat is wat ik dacht. Wat? Just to be safe. Wacht, eentje. Een hele. Ja, ja. Nou, ze komen via hier. Probeer via hier door te breken. Fair enough. Beetje de hoek, jullie. Die kant op. Ja. Oké. Okay. Ah, nog een paar tonnen hier. Oké. Okay. Nou, dit is wel wat meer. Oeh. Maar ze komen niet snel bij dat. Ja, dat lukt wel. Oké. Okay. Dus ja. Dan komt dat ik het nu heel erg verspreid. Mijn hele army. Is het niet super overpowered? Misschien breek ik ze zelfs door. Ja, maar als ze doorbreken, dan heb ik mijn tanks voorop staan. Dus met 60% armor. Dus 60% damage reduction. Normaal is dat maar 40. Denk ik. Ik denk dat het zo is. Nee, there we go. Hier gaan we naar. Oh, oh, deze kan worden aanvallen. Okay, zullen er misschien een paar dood gaan? En ik help. Nee, ze gaan. Heb het. Ze gaan. Nee, ze gaan niet dood. Damn it. We kunnen tanken. Kijk hier. Kijk even naar deze soldier. Moet je kijken hoe weinig levens er maar afgaan. Dus dit zijn echt gewoon brute tanks nu. Dat is gewoon sick. Dat is echt sick. Maar ze zijn wel heel veel dingen gebroken. Dat had ik niet verwacht. Ja, eigenlijk wel, want ze stonden er niet goed voor. Anyway, dus zelfs met een lousy defense kan ik het nog goed handelen. Dus zo. Hier moet je kijken. Huppakee, dat is er goed genoeg voor nu. Dus ja, en we hebben de landing soldiers daar weer terug. Dus zoals je kan zien, het lukt makkelijk. De volgende is bij dag 45. Oeh, dat is misschien wel de laatste. Ik weet niet, ik neem dat de laatste dan bij dag 57 kom. Of dit is de laatste. De next swarm. Er staat next swarm, niet final swarm. Dus ja. In ieder geval jongens, ik denk dat ik gewoon ga skippen tot ik helemaal daar ben dan. Want waarschijnlijk gaat er zoveel tijd over. Dat in niks. Ik ga proberen zoveel mogelijk, zo ook mogelijk de army uit te scheiden, zeg maar. Ja, dat is een beetje mijn doel. En dan... Kom op. Dan breng ik deze jongens even uit hier. Ze even tijd hebben om mee te doen. There you go. Ja, ze zijn vrij. Ja. En dan zie ik jullie terug bij de volgende wave, jongens. Oké, dit wil ik trouwens ook nog wel even zien. Er komt nu een trein aan. En ik heb hier een enorme expansion voor onze base. Echt een enorme. Dus laten we kijken hoeveel er bij komen. We zitten nu op 1122 colonists. En we zitten nu bijna op 1500. Oh god. En we zijn nog maar met tents bezig, hè. Ik wil straks weer gaan upgraden naar cottages. Wat de hel is deze missie? Oké, jongens. We zijn terug. We zijn bij dag 44. Dat zal niet lang meer duren. En, oh boy. Kijk eens een beetje rond, jongens. Kijk gewoon een beetje rond in naar mijn stats, zeg maar. Ik heb nu 126 soldiers. Ik heb een inkomen van 2500 gold nu. Ik heb 2.3 duizend colonists. 500 van jou. 300 van jou. Ja. Yeah. En moet je mijn defenses nu zien? Ik ben begonnen met overal towers neer te zetten. En dat is eigenlijk iets wat ik tot nu toe nooit echt heb gedaan, towers. Maar ja, towers zijn eigenlijk gewoon betere walls. Zoals je kan zien. Het zijn gewoon dubbele walls. Dus ik heb hier gewoon een hele rij doorgezet. Oeh, a horde infected on the way from the west and from the east. From all sides, zeggen ze. Oké. Okay. Ik denk dat we er nog ver zijn, jongens. Maar ik heb dus overal heb ik soldiers neergezet in towers. En towers, daar kan je ook een grotere... range van, zoals je kunt zien, een range bonus van 3. Dus een normale, een normale range is 5 van soldiers. En dat wordt dus nu bijna verdubbeld. Of tenminste, het komt in de buurt van verdubbelen. Dat is insane. Nou, laten we nog meer uitpompen. Zoals je kunt zien, ik was een beetje begonnen met van deze huis, maar het ging nog te langzaam. En hetgene wat ik gewoon mis, is warehouses. Ik heb eigenlijk graag warehouses nodig voor meer van dit. Dus dat is iets waar ik sowieso voor wil gaan straks. Zoals je kunt zien, een paar van jou erbij. Nog een paar. Misschien wat meer van, misschien wat meer soldiers. Voor mij is alles nu vol met, ja, is alles nu vol op in. Moet je kijken naar de hoeveelheid tent hier. Dit is ridiculous. Echt ridiculous. En alle farms hierboven. En alles hout. My god, als je gewoon kijkt naar, hier, naar voedsel. We produceren gewoon bijna 2.4k aan voedsel. Ik heb ook alles hieronder weer gezet. Dus de hele ocean wordt helemaal geharvest. De hele bovenkant, de mountains worden geharvest. Laten we even naar kijken met dit. Het is de final wave dit, want anders zou het niet zo lang duren en alles. Dus dit is de final wave wat nu aan is te komen.
En als ik het niet haal, dan weet ik echt niet wat er aan de hand is, wat er fout is. Want, kijk naar dit. Gewoon compleet beschermd. Zo, wat extra dingen misschien daarheen. Dus ja, een tower, daar kan je dus 4 man in doen. Zoals je kan zien. En het maakt niet uit van wat. Dus hier zitten overal dingen in. Overal de soldiers. Maar er kunnen ook, zoals ik hier heb gedaan, een lading archers in zetten. Dus ik heb hier van archers gedaan. Solo archers. Maar dan moet misschien wel lekker. Oh, daar komen ze. Hier gaan we, jongens. Moet je kijken hoe ver die range is. Dat is nuts. Ja, ze komen via daar. Ze komen ook via daar. Ja, ze gaan daartoe. Hoe zit het aan deze kant? Ze komen allemaal via boven. Oké. Okay. Hier komen ze echt overal en nergens. Moet je zien. Moet je zien hoe goed we ze tegenhouden. Dit is nuts. Oké, okay, de zeils zijn helemaal nutloos. Oké, okay, we zitten hier. Gaat allemaal goed. Dit is het zwakste punt, maar zo, dat is fijn. There we go. Nou. Ik vind dit nog steeds mooi om te zien, dit, jongen. Deze hier, deze wave. Hold them off, boys. Hold them off. Nice. Onderkant is klaar. Alles is klaar, behalve hier. Dit is de laatste. Dus als we deze hebben verslagen, zijn we als goed. Het is klaar. Jawel. Oké. Okay. Oh, hard. Hard, jongens. Anyway. Dit was in ieder geval een super vette map. Het is wel een map waarbij je gewoon lang niks kan doen. En ik heb ook gehoord dat het iets is wat er vaker in de campaign is. Dat je gewoon... Ja, maar dat komt gewoon omdat je dan een te makkelijke ding hebt gekozen. Dus misschien dat ik dan voor dit soort missies... maar het wordt ook moeilijker, dat moet je ook onthouden. Maar in ieder geval voor deze missie, dus een two-skull... Want het heeft ook skull, zeg maar. We gaan nog wel even verder. Zeg maar, een two-skull missie. Difficulty 2 van de 5. Oh, wat hebben we hier? Oh, een hoort. En Cape Storm. Wat is dit? Rich fishing weer. Oké, okay, population is... Ah, dit is al meteen wat serieus, hè? Resist all swarms. Oh, dit is precies hetzelfde als wat we... als wat we nu deden, volgens mij. Even kijken of het iets is. This land that extends into the sea holds a great wealth of resources that the Empire wishes to control. Conquer the lands of Cape Storm and exploit its resources to honor the Empire. The Cape's climate can be very cruel because of its wind and permanent storms, but that will not be your biggest concern. We have detected a large swarm from effect approaching the land of the Cape. The land of the Cape. Defend the bridge of the north with all your strength because it's the only point of entry. And the effectant will come in increasing numbers. Oké, okay, oftewel, dit is gewoon... Je zit verstopt helemaal. In plaats... Net hadden we een missie... Dit is letterlijk dezelfde missie als nu, alleen nog meer opgesloten volgens mij. Ja, want deze had je zeg maar mountains en coast. En hier heb je dus coast, coast, coast. En een brug via boven of zo. Waar dus enorm veel effecten zijn. Wat is... Wait. Pardon? Oké, okay, we zitten op hard, maar... What? Swarm with bijna 9000 affected. Maar jongens. Nou, in ieder geval. Ja, dat was een redelijk lange missie. Gewoon puur omdat het, ja, puur omdat het zo... dat ik moest wachten, zeg maar. Maar ja, in ieder geval super cool, super vet. Dit is lijkt me een super coole missie om eigenlijk wel redelijk snel te gaan doen. Maar ik denk dat ik misschien deze ga doen. Ik weet niet, ik ben aan het twijfelen. Deze wil ik sowieso nog even mee wachten. Dus ik denk dat de volgende wil ik die doen of deze. Deze lijkt me super sick om te doen namelijk. Lijkt me echt vet. Dit is ook een narrow pass. Dus we worden allemaal opgesloten jongens. Hier heb je alleen een oost en west. Wacht, hier had je ook alleen een oost en west. En hier heb je alleen een noord. Nou, oké. Okay. Heel sick. Nou, voordat ik de episode afsluit, jongens, we hebben wat research. Laten we kijken of wat we daarmee kunnen doen. Dus oké, okay, wat hebben we hier? Hunting weapons en alles. Ja, ik wil ergens hier naartoe gaan. Ja, ik heb de reinforced armor, dus dat is plus 20% armor. En dat is zo groot. Oké, okay, dus wat ik nu wil is 100% storage. Want dit is een groot probleem voor ons. En wat kunnen we nog meer doen? Storage recycling en corpse recycling. Oh ja, dan krijg je gold als je zombies killt. Dat lijkt me ook super sick. Maar misschien niet iets voor later. En deze is ook niet super belangrijk. Dus ik wil sowieso voor jou gaan. 100%. Want dat zijn gewoon. Warehouses zijn gewoon super, super handig. En dan heb ik nog 170 over. En dan ga ik misschien voor deze mee. De markets. Ik denk dat dat allemaal een hele goede is. Ik hoef geen extra soldier. Dit is trouwens ook niet verkeerd. Want dat is een redelijk. Dat is niet echt het probleem. Maar dat is iets waar ik gewoon merk dat gewoon. Als ik deze doe, dan zijn mijn arsjes zoveel effectiever. En ik denk dat ik nog wel even kan wachten met de markets.
En dan kan ik ook voor de ballistas gaan. En je kan ook beginnen met een ballista als je dat zou willen. Maar dat nou, weet ik nog niet. Maar ballistas is super nice. En dan, daarvoor moet ik sowieso deze doen. Oké. En deze, de Stone Workshop, is nog even weg. Ja, oké. Dan doen we de extra damage voor de rangers. Want dat is alleen voor het begin. Dat is gewoon om makkelijker te beginnen, zeg maar. Dat is waarom ik dit wil doen. En dit, ja, dat is ook niet echt heel nuttig. Dit is meer long term goed. Dan ben ik aan het twijfelen. Ik ben echt tussen deze twee ben ik aan het twijfelen. Wat ik wil doen. Want ja, als het net zo missie is als de vorige keer, dan maakt het niet uit dat de rangers iets sneller zijn. Dat betekent alleen dat je nog langer moet wachten, eigenlijk. Maar ik denk dat het gewoon super nice is. Ik hou het gewoon hierop. Ik hou het hierop, jongens. Oké. En het mooie is, we zijn hier nu uitgegaan en hiervoor, voor zeg maar de huidige update waar we in zitten, dan zou je nu gelokt zijn, maar als goed is als je nu teruggaat, kan je ze alsnog weer uitklikken. Ja, tot de volgende missie die je wint, zeg maar. Oké. Nou jongens, dat was het dus. Dus bedankt voor het kijken van deze episode. Hopelijk heb je genoten. In de eerste volgende episode gaan wij dus kijken, waarschijnlijk, ik wil deze zo graag doen, deze. Waarschijnlijk gaan we deze doen en meteen de Infected Swarm en dan die. En als de Infected Swarm niet mag lukken, omdat er dus zoveel Infected zijn, dan doen we eerst de Narrow Pass. Dat is mijn idee. Dus jongens, nogmaals, bedankt voor het kijken. Vergeet nog een like af te laten. En te abonneren. En op het belletje te klikken voor meer video's. Dus bye bye. En tot. Daag.